Ruigoord. Een groepje artiesten, een groepje krakers, maar eigenlijk mensen die al 25 jaar hun eigen subcultuurtje in stand houden. En rond de eeuwwisseling deden ze dat wel heel fantastisch. Met een enorm feest in Paradiso, het Psileniumfeest, dat begon op 28 december 1999. En het Millenniumfeest op Ruigoord zelf, de overgang, de nacht der nachten, toen de toren van Babel in vlammen opging. Een bouwwerk waar sinds het zandjuweel van afgelopen zomer 99 aan gewerkt was, bijna 30 meter hoog, duizenden, tienduizenden pallets bij elkaar. Die toren van Babel, het symbool van de miscommunicatie van de vorige eeuw, ging in vlammen op. Kijkt u even mee. Eerst de toren van Babel en dan het Psileniumfeest. De millenniumfeesten van Ruigoord. Eigenlijk begonnen ze al een jaar geleden. Met het voorbereidende feest over het millennium in Paradiso van 1998. Maar in 1999, de grote overgang, werd het gevierd met een feest van goden en godinnen. Met hun boodschap aan den volken. En zoals gebruikelijk, de hele Ruigoord gemeenschap, het hele Amsterdamse ballongezelschap, die groep mensen uit Amsterdam die Ruigoord steunt en samen met hen toneel en kunst en wat dan niet versiert en maakt, kwam bijeen. In de catacomben van Paradiso. De hele dag bouwen, de hele dag schilderen, u ziet het. Er wordt aan alle kanten worden mensen versierd. Het thema was de godenhemel. De goden die naar de aarde kijken en zeggen wat gaat er gebeuren.
wat moet er gebeuren. Met hun eigen boodschap, de heilige uit het verleden, Jezus en Zeus, de Griekse godenwereld, alles kwam aan de orde. Alles bij elkaar een fantastisch spektakel. Niet zo professioneel als u misschien zou denken. Het blijft vooral gezellig. Iedereen mag wat doen. De verstaanbaarheid, moeten we toegeven, is niet altijd optimaal. De belichting is vooral bedoeld voor de zaal. Maar we denken dat het toch een heel interessant programma is. En dat wat Ruigert rond het millennium heeft gedaan, eigenlijk in de annalen van die eeuwsovergang wel heel goed en belangrijk is geweest. Ruigert Psyllenium. Een paar dagen voor... Wat je me ook wil vragen. Ik weet zeker dat ik rampbestendig ben. Mijn houdbaarheidsdatum is nog lang niet verlopen. Ik weet dat ik heel veel dingen onder de ogen kan zien. Dat in veel opzicht ik de buikriem strakker zal kunnen aantrekken en waardoor meer. Mijn vraag is, hoe reageren mensen in het algemeen op elke vorm van paniek en chaos die de komende tijden gaan karakteriseren? De grote management guru Peter Drucker heeft gewezen op een aantal enorme grote veranderingen die de mensen te wachten staan. Het gaat niet meer om de economie. Het merendeel van het geld gaat naar verzorgingsinstituten die geen enkel economisch belang hebben. Die er alleen maar zijn om de mensheid in leven te houden. En alles wat we nodig hebben aan overleven is om te beginnen een beetje meer plezier in het leven. Een van de slogans van deze avond die ik tijdens de repetities gehoord heb. Genot baren. Helpen genot geboren te worden. Uit hoeken en gaten het plezier tevoorschijn halen. In de meest eenvoudige dingen. We hebben allerlei soorten hypes. Krijgen we mee te maken. Zwarte gaten van desinformatie. We zullen moeten opletten dat we ons niet door de illusies en niet door de omvang van de problemen laten meesleuren. Dus nooit in paniek raken. En daarom zeg ik, laten we zo rampbestendig mogelijk zijn. Dat is de enige boodschap die ik kan zeggen. En met die verwachting, dat vertrouwen, ga ik de toekomst in. Zoals Linus Paulingers heeft gezegd. Er staan dingen te gebeuren die mijn verstand te boven gaan. Maar ik wacht ze af met nieuwsgierigheid. En dat geldt voor elk decennium, elk jaar, elk seizoen, elke eeuw. En heeft dat nou te maken met het jaar 2000 of met de economische en ecologische oververhitting van onze planeet? Nou, het heeft te maken met het jaar 5086, is het bij de Joden? Ik weet niet. Ik bedoel, er staan in alle werelddelen zulke enorme godsdienstoorlogen en twisten te wachten. Het voor mij maakt dat niet zoveel uit. Ik ben 12 jaar gelukkig en dat is ook al een cyclus in de tijd. Ik ben aan mijn zevende kruisje toe en dat betekent al iets. Maar ik behoor dan tot wat je noemt de weerbare ouderen, die zich geen knollen voor citroenen laten verkopen en die bepaalde klappen van de zweep hebben geleerd, die doorgewinterd zijn. Nou, dit is weer zo'n laatste winter, stormachtige laatste dagen van deze eeuw. And we ain't seen anything yet. And if there's hell below, we're all gonna go. Dat zei Curtis Mayfield, die ons deze week vooruit ging naar de hemel. Voilà. Dankjewel, Simon. Ja. Heren, dit was een statement. Iedereen mee eens, hè? Dacht ik wel. Eventjes rondgaan, ja. Ah ja, op het eindejaarsfeest van Ruigert Amsterdamse Ballonsgezelschap. Even vooruitkijken naar een komend millennium. Jij bent kunstenaar. Wat gaat er gebeuren met de kunst en voor de kunst en door de kunst in het jaar 2000 en later? Nou, daar kun je natuurlijk nooit een eenduidig antwoord op geven. Nog dat je iets over de toekomst kunt zeggen. Wat ik hoop is bijvoorbeeld dat er een verschuiving zal plaatsvinden ten opzichte van het kunstbeleid. In die zin van het moderne kunstbeleid als het gaat om onder andere tribal art. Dus kunst, aboriginal kunst, die heden ten dagen nog steeds in etnologische musea worden tentoongesteld. En eigenlijk
in moderne kunstmusea geëxposeerd dienen te worden. En dat is een gevecht wat met name door de inheemse volkeren wordt gevoerd en waar ik mij solidair mee verklaar. Dus het is van belang, ook omdat de Europese kunstenaar steeds meer uit reizen gaat en in staat is om te reizen, om die contacten met inheemse kunstenaars buiten Europa aan te snoeren en te trachten een ingang te vinden naar de moderne kunstmusea. Bijvoorbeeld hetzelfde probleem als in Amerika, waar alleen maar Noord-Amerikaanse kunst wordt geëxposeerd en Mexicaanse kunst helemaal niet vertegenwoordigd is, of bijna niet. En dat is heel jammer dat die tweedeling Anglo-Latino, die in Amerika werkt, in Europa doorwerkt en dat het allerlei consequenties heeft ook op bijvoorbeeld het... Nou heb je het over tribal art. Wat is dat dan? Is dat een... Het gaat om kunst die heden ten dagen wordt gemaakt door kunstenaars die nu leven in stamverband. Dus vanuit is Ruigoort of het Amsterdams Ballongezelschap dan ook zo'n stamverband? Dat is een groep mensen die zoekende is naar bijvoorbeeld nomadische kunst en nomadische kunst maakt. Maar dat is dan toch ook een soort stam? Dat kan, ja, een stam van anarchisten. Dan in ieder geval. Als je zegt meer aandacht voor dat soort kunst, wil je zeggen dat de moderne kunst die we nu in musea zien dan niet voldoet aan dat beeld van het komende millennium? Nog niet, nee. Nee, dat vind ik niet. Zeker niet als het gaat om de intrede van bijvoorbeeld zwarte kunst en kunst uit Australië en indianenkunst. Die heden ten dagen wordt gemaakt door mensen die vanuit hun traditie statements maken. Die heel modern zijn. En daarom niet in etnologische collecties thuis horen, maar in moderne kunst. Oké, we gaan het zien of het Stedelijk Museum over een paar jaar doet wat jij zegt. En misschien gaat samenwerken met het Tropenmuseum. Oké, dankjewel. Ja, tribal art, de kunst van de stam. Hans, jij bent ook zo'n deel van die stam van Ruigoort, van de Amsterdamse kunstenaars. Aya Waalwijk zei dat in de komende eeuw die tribal art meer aandacht moet krijgen. Geldt dat ook voor de dichtkunst? Ik kan alleen maar zeggen dat binnen het bestaande kunstcircuit ik mijn draai niet kan vinden. En gelukkig sta ik in een lange traditie van beatpoets, van dadaïsten, van troubadours, van, laten we zeggen, dissidente stemmen. Dat wil zeggen dissident ten opzichte van misschien de heersende orde of zo. En ik heb door de eeuwen heen sympathie gehad voor de Kataren, voor de heksen, voor de Indianen, voor de ontdekkingsreizigers. Dus ja, ik hou gewoon van een avontuurlijk leven. En bovendien ben ik een waterman. En ik moet zeggen, het is mijn lust en mijn leven om bij zo'n manifestatie als deze zo'n 150 keeltjes te horen zingen van vrienden en vriendinnen. En er zitten dus allemaal etters en hufters en randschizofrenen en manisch depressieven. En in zo'n ding van 3 maanden in een groot spel zie je toch plotseling dat iedereen op één lijn komt. En deel uitmaakt van een prachtige boodschap. Die maar toch merk je steeds dat de inspiratie die we hier bijvoorbeeld in de kleding zijn, vanuit het vreemde komt. Je had het over de B-Generation, mensen als Ira Cohen en Allen Ginsberg die in India gingen reizen. Tegenwoordig gaat iedereen toch naar India, gewoon een zonnevluchtje voor 1000 gulden. Ja, maar dat is naar Goa. En je ziet dat terwijl misschien het massatoerisme naar bepaalde plaatsen toeneemt, dat juist individuele reizigers die diep doordringen in een cultuur, die zie je bijna nergens meer. Maar misschien is alles ook wel ontdekt. Maar als ik door India reis, dan kom ik op plaatsen waar ze echt in 20 jaar geen blank hebben gezien. Soms. Of dat is dus, ja, dat hangt maar vanaf. Dus naar India is heel relatief. Het is een land zo groot als Europa. Dus India betekent voor de meeste mensen Goa. En in het beste geval een deluxe tocht door Rajasthan. En nou ja, oké, dan je weet hoe het is. Het is net als in alle toeristengebieden. En dan kom je terug met de films en de video's. Dan heb je het wel weer gezien. Ach, ik denk dat het altijd zo geweest is. En bovendien, pikt er allicht wat van op. Ik wil ook helemaal niet cynisch zijn over mensen die naar India gaan. Ik heb over het algemeen gemerkt dat mensen die dat doen toch al wel een beter soort toeristen zijn. Gewoon het feit dat ze belangstelling voor dat land hebben en voor de cultuur en de spiritualiteit en dat ze dat eten lekker vinden, de muziek mooi vinden over het algemeen, is toch een bepaald soort mensen waarvan ik zeg, nou dat is niet hetzelfde grove toeristenpubliek wat je op Ibiza vindt ofzo. Simon Vinkenoog refereerde net even aan Peter Drucker. Die heeft van de week stond een verhaal over zijn nieuwste boek. En de waarschuwing daar is vooral, we gaan een enorme vergrijzing van het Westen tegemoet. In Japan, in Amerika, in bepaalde delen van Zuid-Europa.
Er worden te weinig kinderen geboren en we gaan een vergrijzende maatschappij waar meer zorg is. Wij zijn langzamerhand ook van de generatie dat we aan het vergrijzen zijn. Ben je daar een beetje bang voor dat we zonder hulp in de toekomst komen? Nou, van de jonge generatie. Ik kan alleen maar zeggen, ik ben er klaar voor. En dat is... Ja, maar wil je door een robotje laten verzorgen in het bejaardentehuis of denk je dat er daar nog mensen voor nodig zijn? Nou, ik weet niet waar de grens ligt. Dat is, volgens mij is dat altijd heel flexibel, heb ik gemerkt. Bij mensen die langzaam maar zeker orgaan na orgaan voelen afsterven, blijft toch de behoefte om te leven nog steeds groot. En, maar ja, ik heb als groot voorbeeld Simon en als voorbeeld daar nog weer achter Albert Hofman. En die nu 92 is? Of 93 zelfs. Ja. En die nog steeds van het leven weten genieten en er inhoud aan weten geven. En waar geen spoor van de... Ja, natuurlijk, hij zegt dat is... Nou, hij heeft een compensatie gevonden voor het ouder worden. En waarschijnlijk toch in de spiritualiteit of weet ik veel wat. En die compensatie hoop ik ook te vinden. Ja. Is inspiratie, is dat de compensatie die we nodig hebben? Wat mij betreft wel. Wat mij betreft, zonder inspiratie vind ik het leven zo plat als een dubbeltje. Want dan hoor ik alleen nog maar de radionieuwsdienst en de sirenes op de snelweg. Nee, inspiratie is wat mij betreft ja, de bron van... het creëren van je eigen werkelijkheid. En als ik niet tot zekere hoogte met al deze mensen onze eigen werkelijkheid zou kunnen creëren, dan zou het leven zo onnoemelijk saai. De spiritual boredom zou dan toeslaan. En... Nou, in ieder geval hier op dit feest van het Amsterdamse Ballonselschap in Paradiso lopen de heiligen, de Jezussen, de Boeddha's, kortom alle heiligen van het laatste millennium komen hier samen op dit Psyleniumfeest. Kijk eens. Ja, wacht even. Even rustig zitten hoor. Mooi. Je bent toch ook al 50, hè? Je bent toch ook al 50? En die mogen er nog zijn. Zag je dat? De andere zegt... De andere best tot. Ik had... Ja, weet je. Ja, is goed. Hé, maar ik ga ophangen. Ik moet nu wel aan de slag. Wat, wie beeld je uit? Alleen maar de daklozen of? Een dakloze heilige. Oké. Ja, en een van de heiligen die we hier vanavond tegenkomen is een dakloos uit Parijs. Tenminste, dat is de rol die Leo Zalm van de Zalm vanavond... uit beeld. Dakloos en uit Parijs, maar toch in Amsterdam. Ja, nou ja. Een beetje Amsterdammer trekt terug, zich terug als clochard. Als die als een einde komt. Wat is de wijsheid van de clochard? Zoveel mogelijk niets. Zoveel mogelijk niets? Ja. Niets. Maar wel een glaasje wijn... De... Ja, ja, die flessen die worden toch maar gevuld, dus die worden op elkaar geleegd. Te midden van Schotse heiligen en achter ons hele partijen, ik geloof Chinese heiligen. Wat is de boodschap voor het nieuwe millennium, Leo? Hou moed. Hou moed. Hou moed. Hou volop de moed, hoe dan ook. Dankjewel. En een hoofd, ik weet niet of het hoofd van Wrakking is, die was nogal in de pers laatst net, maar Lila heeft zich vanavond uitgedost als Kali. Lila, what does that mean, Kali? Kali is the goddess of destruction and she destroys by the root every evil. Well, was this an evil guy then? This is karma and you are free from reincarnation when Mother Kali takes care of your head. In this way. Ah, so I should really volunteer my head so that you can take it. Yes, exactly. Now, Kali is a very old cult from India. Yes, that's correct. What's your personal fascination with that rather fierce? Well, it's to make a contrast because I come in as Maria, Mother Earth, with a beautiful blue cape, very destroyed by ozone holes and radiations, and a dress very dirty and filthy. So Maria gets fed up of being the mother that is her children are destroying her garden. So she takes off the clothes of Maria and becomes Kali. Which is the ultimate goddess of destruction and thereby renewal. Which is the other coin of the medal. Okay, thank you.
it's a little bit here. Maar voordat de grote show met al deze figuren, met Kali en met de zwerver die hoe dan ook een oplossing wil vinden, op toneel gaat verschijnen, eerst veel bouwen. Een beetje de millenniumcrisis, maar misschien ook verwijzend naar het bouwen aan de Toren van Babel. Want die stond op de vlakte al sinds de zomer en werd steeds groter. De Toren van Babel dus op de vlakte van Ruigoord, zoals hij daar gestaan heeft. En op Oudjaars-Nieuwjaarsnacht is daar dus een enorm feest geweest met deze tent. En dat is allemaal heel veilig verlopen. Er waren goede veiligheidsmaatregelen genomen. En ook dezelfde vlinder van het feest die u straks gaat zien, hing daar weer. Maar we gaan terug naar het Psyleniumfeest in Paradiso. Daar wordt nog steeds gewerkt. En de sfeer in Paradiso is zoals altijd bij de feesten van het Amsterdams Ballongezelschap heel gezellig. Een beetje psychedelisch. Een gedeelte van de bezoekers is vast in hoge sferen. En daar hoort natuurlijk ook de beschermvrouwen van Ruigoord bij. Dit heilige beeld werd afgelopen zomer rondgedragen, maar het heeft niet geholpen. Want Ruigoord en vooral Groenoord is verdwenen. Ruigoord staat er nog, maar het is niet veel meer. Terug naar het eerste optreden van de bouwers. De symboliek van het bouwen. En dat wijst natuurlijk ook terug naar die Toren van Babel. Sinds het zandjuweel, het laatste landjuweel op de kale vlakte, nu kale vlakte van Ruigoord, is er gebouwd. Gebouwd aan een toren van pallets. Dit waren de beelden van deze zomer. Toen nog heel klein, nauwelijks 5-6 meter hoog, maar op het eind, dus tijdens het millennium, tegen de 30 meter. Een project rond een begraven tijdcapsule. Een project beladen met symboliek. Een project dat werkelijk een echte millenniumviering was. Waar veel mensen aan gewerkt hebben. Mensen hebben in deze toren gewoond, 6 maanden. Ook in de koude tijd.
een magistraal project. En dezelfde mensen die natuurlijk van de zomerfeest vierden, waren ook in Ruigoord. Het Psyllennium. We gaan kijken naar wat donkere en qua geluid niet helemaal optimale beelden, die wel de sfeer van het Psylleniumfeest van het Amsterdamse Ballon Gezelschap goed weergeven. Ze weten even natuurlijk van
in de hemel is geen hel. Daarom op aarde maar even snel. Op aarde, die plek is totaal naar de knoppenbol. Dat is een oude baan. Die idioten daar, die hebben nu zelfs een oorlog tegen drugs, tegen bloemen, tegen mij, morgen. Zij zijn helemaal gek geworden, lekker voor de stad. Aarde, godinnen zie je er niet meer. Wetenschap is al wat telt. Oude wijsheid is ontwend. Niemand die ons schoon kent. En zonder liefde heerst er had. De mens trapt in zijn eigen val, godsdienst, oorlog, overal. In waanzin zonder mededogen, met fundamentalistisch vuur naden zij hun sterrende vuur. Tussen hemel en hel, spelen goden een spel. De mensheid is nog mogen allemaal wel. Hun meester is in psychologie, zelfs voor meerdere mensen de noodzaak tot regeren. Manipuleren economie, drugs en wapenindustrie. Transformeren hemel tot hel, geloof het maar wel. Materialisme is de maat, bezit al waar het over praat. De beurskoers van een hart van steen is dag en nacht altijd alleen. Het is op liefde die bestaat tot aanmerspijl op de bovenmaat. Tussen hemel en hel spelen gewoon een spel. Is
Ze deelt mijn ogen en mijn oren aan haar.
En we gaan ondertussen eens kijken hoe die Toren van Babel dan wel tot stand is gekomen. Een ding wat heel simpel begon met pallets, maar uiteindelijk een bijna 30 meter hoog bouwwerk werd. Een bouwwerk waar vanaf de zomer mensen in gewoond hebben, waar een gemeenschap ontstond op die kale vlakte bij Ruigoort. Een winderige plek, dat is duidelijk. Maar een plek waar ook hard gewerkt werd. Want al die pallets, die moesten wel naar boven gerezen worden en die moesten goed vastgemaakt worden. Want het moest vooral een veilig ding worden, omdat er toch heel veel bezoekers kwamen. En die hielden zich links en rechts vast, wilden natuurlijk allemaal naar boven klimmen. En dus was het zaak om die hele stallage goed in elkaar te zetten. Popke Bakker was de architect. En mensen als Freud waren de mensen die het feitelijk in elkaar gezet hebben. En ook constructief erop letten dat Ruigoort en de Toren van Babel geen gevaarlijke zaak werd. U ziet hem hier aan het werk. Met stalen banden werden de pallets aan elkaar verbonden. En het gaat om meer dan 10.000 pallets, werd gezegd, die hier dit bouwwerk vormden. Het bouwwerk met bovenop natuurlijk het trotse symbool van Ruigoort. Overigens een heel oud symbool, die lachende mond en die ogen. Een Qatar-symbool, een India-symbool. Een symbool dat goed past bij de energie van Ruigoort, die over de grenzen van onze wereld heen reikt. En van boven af, van boven van die Toren van Babel, kon je dan om je heen kijken naar bijvoorbeeld de Amerika-haven en wat de Afrika-haven moet gaan worden. Het industriegebied dat de ruimte, het groen wat hij ooit was, gaat opslokken. Een trend die niet meer tegen te houden viel, dat is ondertussen duidelijk geworden. Ruigoort en de Toren van Babel. Een monument aan het eind van de vorige eeuw dat liet zien dat je ook met bescheiden middelen nog hele indrukwekkende dingen voor elkaar kunt krijgen. Anders dan deze haven, die natuurlijk met zware machines is gemaakt, werd de Toren van Babel met de hand in elkaar gezet. En we gaan langzamerhand weer terug naar Paradiso, naar het feest op 28 december, het begin van de millenniumfeesten van Ruigoort. Kijkend naar de winderige Toren van Babel, een tijdelijke autonome zone, zoals dat in de literatuur genoemd wordt. A temporary autonomous zone. Een plek waar even de verbeelding aan de macht was. En dus ook een plek die in de nacht van het millennium, nieuwjaarsmorgen om 2 uur, 1 januari 2000, in vlammen opging. Aan de verbeelding, aan het materiële, daar moet je niet aan hechten. De verbeelding moet je vrij spel laten. En dat gebeurde. De Toren van Babel ging in vlammen op. Een waanzinnig vuur, er waren duizenden mensen die kwamen kijken. De hitte was enorm. Het was een fantastische afsluiting van de millenniumfeesten. De millenniumfeesten van Ruigoort, die dus begonnen op 28 december van het jaar 99 in Paradiso. En daar gaan we weer eens kijken hoe het daar toe ging. Thank you.
hoe dan ook, dat hoe dan ook in het komend millennium, hoe dan ook de goden hebben afgedaan. Wij zijn allemaal toedieren, hoe dan ook. En als wij in liefde, hoe dan ook, met onze zielen samen zijn, zal hoe dan ook met elkaar uit ons het geloof ons kind geboren worden. Hoe dan ook. Tot zover de beelden van het Psilleniumfeest in Paradiso. Het begin van de millenniumfeesten van Ruigoort, van het Amsterdams Ballongezelschap. Deze nacht gaat op de vlakte van Ruigoort, in wat ooit Groenoord was, in wat ooit een natuurgebied was, maar nu een haven wordt, gaat de vlam in de toren van Babel. Als symbool van de spraakverwarring van de 20e eeuw. En ook als symbool van bevrijding. Van verlossing van die spraakverwarring. Met de hoop dat in de komende eeuw, de 21e eeuw, harmonie en menselijkheid een grote rol gaat spelen. Het was...
You know, in India, in Nepal, northern India, there are sadhus that make beautiful tonkas on sand, on the street. They take 3 or 4 months to make them. Once they're done, they move the stones away, and the public, the pedestrians, can walk over them and they're destroyed. They study for years how to make these things. They take months to make them. When they're done, they move the stones, the pedestrians walk over and they're destroyed. This is the same. It's a very important Zen ritual in life, and very few people manage to do it. Okay, thank you. Ruigoord. De Toren van Babel. Op 1 januari 2000 was het voorbij. Is daarmee Ruigoord voorbij? Laten we hopen van niet. Laten we hopen dat het idee van Ruigoord, een krakersgemeenschap die uitgroeide tot een artistieke gemeenschap, die uitgroeide tot een global connectivity beweging, waar heel veel mensen uit de hele wereld de afgelopen jaar gekomen zijn, een cultureel kroonjuweel voor Amsterdam. Laten we hopen dat die energie bewaard blijft en dat dit offervuur daarbij helpt. Het offervuur van de Toren van Babel. De Toren van Babel die eigenlijk begon bijna 20 jaar geleden met het begraven van een time capsule. Een Toren van Babel die vanaf de zomer van 99 gebouwd werd als handwerk, als tempel voor de verbeelding. Een toren die op 1 januari in vlammen opging. Na een fantastisch feest in Paradiso en met een fantastisch feest ervoor en daarna. De Toren van Babel. Een symbool. Iets om het millennium te herdenken. Camera! Hey!